De Japanse bevolking was bezig met hun dagelijks routines. Tot opeens die lichtflits kwam. 6 augustus 1945 ontplofte de atoombom op Hiroshima. Maar voor men wist wat er gebeurde, volgde een tweede atoombom op Nagasaki. Maar wat waren nou eigenlijk de fysieke en emotionele gevolgen van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki? Veel mensen zijn hieraan overleden. Er zijn echter ook mensen die het overleefd hebben. Zij worden de Hibakusha genoemd. Een van die overlevenden was een Nederlander. Helaas leeft hij nu niet meer, maar zijn zoon heeft de verhalen van zijn vader meegekregen. En daar gaan wij nu naar luisteren. Mijn vader is geboren in Indonesië, Samara, het eiland Java. Destijds ging hij bij het KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, waar mijn opa toen de tijd commandant was. En als 19-jarige jongen is hij bij het KNIL terechtgekomen. Nou, een jaar later is hij gevangen genomen door de Japanners, toen Japan Indonesië binnenviel. En mijn vader werd toen verscheept naar Japan, werd krijgsgevangen gemaakt, verscheept naar Japan. En per trein is hij toen overgebracht naar Nagasaki, waar hij dus in een interneringskamp kwam. En daar heeft hij dus 2,5 jaar gezeten in dat kamp van Nagasaki. En daar dus ook de atoombom meegemaakt. 10,8 kilometer van het epicentrum af. Het was vlakbij het kamp. Maar ze waren op dat moment waar ze in een tunnel aan het graven. En dat is de redding geweest van een aantal kameraden van mijn vader en mijn vader zelf. Ze hebben wel die enorme lichtflits hebben ze gezien. Die enorme drukgolf die zo'n atoombom teweeg heeft gebracht, die heeft hem uiteindelijk achter in de tunnel geworpen. Hij is bewusteloos geraakt door die klap. Hij weet ook niet hoe lang hij daar bewusteloos heeft gelegen, want toen hij bijkwam, was alles donker, was alles rood. En toen is hij met de kameraden die nog in leven waren, is hij de tunnel uitgestrompeld. Hij zat zelf helemaal onder bloed. En hij keek op en toen zag hij dus dat heel Nagasaki eigenlijk weg was. Het kamp was er niet meer, alles al weg. Emotioneel, hij heeft eigenlijk de rest van zijn leven heeft hij trauma's aan Japan overgehouden. En fysiek is dat hij jaren later, toen begon de eerste tekenen van huidkanker, begon zich te openbaren. En later in zijn leven heeft hij ook nog een tumor. Is er een tumor ontdekt in zijn nier. Die was bijna net zo groot als zijn nier. Alleen het geluk van mijn vader was dat de tumor, hij als het ware compleet volledig was ingekasteld. Had nergens geen uitzaaiingen. Maar de huidkanker, de plekken op zijn huid, die kwamen steeds terug. En de rest van zijn leven moest hij dat laten behandelen door een dermatoloog. Die de atoombommen hebben veroorzaakt nog steeds voort. Men organiseert zich in vredesbewegingen en protestacties tegen kernwapens, maar men organiseert ook herdenkingen. Okto! この伊勢志摩で開催される主要国首脳会議、それに先立つ広島での外相会合は、
核兵器廃絶に向けたメッセージを発信する絶好の機会です。オバマ大統領をはじめとする各国の為政者の皆さん、被爆地を訪れて、被爆者の思いを直接聞き、被爆の実相に触れてください。やっぱりもう一度、今この70年経った、今この時期にもう一回、考えなあかんっていうメッセージがすごく大事だなと思いました。Paspoort toegestuurd van de Japanse regering. Dat was voor mijn vader het ultieme bewijs van ik ben officieel erkend atoomslachtoffer. Dat was ook de reden van mijn vader geweest om te zeggen, nou, als jullie mij erkennen als atoomslachtoffer, dan ga ik jullie vergeven voor het leed dat op mij is aangedaan. Sky.